Pim Metis, je bent oprichter van Vraag Hugo. En op 25 mei gaat de Europese privacywetgeving GDPR, ook al bekend als de AVG, in werking. En ik krijg nu op mijn mail van heel veel bedrijven steeds de vraag of ik opnieuw ze toestemming geef voor de nieuwsbrief die ik ontvang. Dan krijg je van winkels bijvoorbeeld. Is dat nou nodig dat die bedrijven me opnieuw benaderen of zij mij hun nieuwsbrief mogen toesturen? Nou, in feite niet. Want als het goed is, hebben die bedrijven toestemming van jou gekregen dat ze die nieuwsbrief naar jou sturen. Dus op het moment dat je zo'n mail krijgt, dan betekent dat dat jij op een of andere manier op hun lijst bent gekomen zonder dat je daar weet van hebt. Dus het is niet nodig voor elk bedrijf om een hele nieuwsbriefbestand, ja, drie keer woordwaarde, om een hele nieuwsbriefbestand opnieuw te gaan mailen met toestemming om je acties, aanbiedingen en nieuwtjes te melden. Dat is helemaal niet nodig. Maar wat hier gebeurt is eigenlijk een vermengeling van twee wetten. Je hebt die nieuwe AVG en je hebt de bestaande spamwet. Nou, de bestaande spamwet, die is er al heel lang. En die zegt gewoon, als jij iemand wil benaderen, dan heb je een opt-in en een opt-out nodig. Dus opt-in, jij zegt, ik wil het krijgen. Opt-out, ik wil het niet meer krijgen. Dat moet gewoon, dat is verplicht. En ja, dus als je iemand gewoon in één keer uit het niets gaat mailen, dan heb je die opt-in niet, dus dat mag niet. Dus dat is de spamwet. De AVG zegt, je moet een goede grondslag hebben, een goede reden hebben om een gegeven te verwerken. Dus dat betekent, een gegeven is jouw e-mailadres en dat verwerken is dat opslaan of jouw mailen daarmee. Nou, daar moet ik een goede reden voor hebben. En als mijn reden niet in een van de top drie staat die voorkomen, namelijk uitvoering overeenkomst, de toestemming die ik van jou gekregen heb of gerechtvaardigd belang, als dat er niet bij zit, ja, dan mag ik jou gewoon niet mailen. Dus als bedrijven gewoon toestemming hebben gekregen van mensen om een nieuwsbrief te sturen, die hebben ergens een blokje op hun website staan, mensen hebben een e-mailadres achtergelaten, ja, stuur me die nieuwsbrief, is het niet nodig om opnieuw toestemming te vragen. Als je niet weet waar de data vandaan komt, wel doen. Dat is het beste. En eigenlijk ga je daar al de fout in. Want als je die data verzameld hebt zonder dat je weet waar je vandaan komt, mag je moet je het eigenlijk gewoon weggooien.